Generaties geleden, om precies te zijn in 1790, is de firma Gorus begonnen met de zaadwinning van de grove den, de Pinus sylvester. Toen was dit de belangrijkste houtproductie van ons land, bijvoorbeeld voor mijnhout. Hier ziet u de stamboom van de familie Gorus. 7 generaties lang hebben zij zich bezig gehouden met de dennenzaadhandel. Onderaan begint het met Pieter Gorus uit Brecht, België, de grondlegger. In 1790 is hij hiermee begonnen. En bovenaan sta ik, de veredelaar en kweker van de Prunus Gorus Gold. Om de echtheid en herkomst te garanderen, hadden de kwekers een vereniging opgericht, zoals op de stempelafdruk te zien is. Dit is de eerste en enige foto die is genomen over dit onderwerp. De foto dateert uit 1927. De personen die op de foto staan zijn uiterst rechts met mand mijn opa J.B.M. Gorus, daarnaast zijn zoon Stan Gorus en weer daarnaast boswachter Bastiaanse. Boven in de bomen ziet u rechts hoendevangers uit Putten, bijgenaamd De Kuij, en links Frans van Doren uit Ossendrecht, bijgenaamd Doeske. Rond 1850 heeft de toenmalige eigenaar van de Wouwsplantage, baron de Katers, op een van zijn vele reizen de Pinus nigra corsicana ontdekt. Vanwege de rechte groei en grote houtopbrengst als mede aanpassing aan ons klimaat en bosgrond, heeft hij toen deze den hier aangeplant. Al gauw was Staatsbosbeheer geïnteresseerd in deze den en maakte er een proefproject van. U ziet hier dat de kaart is onderverdeeld in verschillende percelen. De opbrengst van de dennenkegels werd per perceel opgetekend, genummerd en gescheiden gehouden om de herkomst te garanderen. De werkploeg maakt zich hier gereed om naar de Wouwse plantage te rijden voor de dennenkegelpluk. Hier rijden we over de Bonnefietse duinen en op de achtergrond zien we de naalbomen van de Pinus Lariccio. Zoals altijd, druk gebarend als er een goede oogst verwacht wordt. Zo, bestemming bereikt, het werk kan gaan beginnen. Om beter te kunnen klimmen, worden er klimsporen aangebonden. En ja, je moet natuurlijk geen last van hoogtevrees hebben. Kijk, we gaan even die prop doorsnijden en kijken of er veel zaad in zit. Gaan we even kijken. Teken hem op en dan gaan we even de zaadjes tellen. Kijk, hier zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus aan de andere kant zit er ook zo 7 in. Dat is 3 x 7 is 21 zaden. Er zitten ongeveer in tussen de 25 en 35 zaden. Dus we kunnen zeggen dat deze kegel goed is en die kan geplokken worden. Als laatste worden de kegels verzameld en in zakken gedaan.
Dit zijn dennenkegels die zogenaamd fysiologisch rijp zijn. Dus het is tijd om ze te plukken. Mijn moeder, al te weer benieuwd naar hoe groot de oogst is geweest. In een speciale oven worden de kegels over een droogvloer uitgespreid. Door een constante temperatuur van 49 graden Celsius zijn de kegels inmiddels opengegaan. De kegels vallen door een trechter naar beneden in een zeefinstallatie, die het zaad eruit schudt en vervolgens de kegels in een jutezak opvangt. Daarna worden de zaden in zakken gedaan. Dit noemt men zaaddorsen. Door langdurig trappen op een jute zak komen de vliezen los. Dit is een opschoommolen of wandmolen. Deze molen blaast door ronddraaiende schoepen de vliezen weg. De zaden vallen naar beneden. Hier komen de zaden geschoond en ontdaan van vliezen eruit rollen. De zaden worden nog verder geschoond. Door een ronddraaiende beweging te maken, worden de lege zaden naar het midden bewogen en dan worden ze verwijderd. De zaden zijn nu helemaal gezuiverd en het resultaat dat mag er zijn, gezien dit analyserapport over de kiemkracht, namelijk 92%. En nu kunnen ze dan worden verstuurd naar de klant, in dit geval Staatsbosbeheer.